Ja, na de Porsche 911 Carrera T introduceert Porsche een volgend T-hoofdstuk. En die staat hier naast mij. Dit is de Porsche 718 Boxster T. Maar waar staat die T nou eigenlijk voor? Kijk, 718 Boxster T. En die T die staat voor Touring. Dus niet voor track of zo, bijvoorbeeld circuit variant. Nee, T staat voor Touring. En Porsche doelt daarmee op een auto die echt gemaakt is voor de liefhebber. Dus zo puur mogelijk. Less is more. En van die 718 Boxster T bestaat ook een 718 Cayman T. Dat is de coupé variant. Maar in dit geval praten we over die Boxster. De open variant met dus die motor achterin. Ik moet eigenlijk zeggen in het midden, want bij die 911 ligt hij echt nog hier achterin. En bij die 718 modellen ligt hij echt nog hier onder. En wat ligt hij dan onder? Een 2 liter, 4 cilinder, turbo boxermotor. Benzinemotor uiteraard, 300 pk sterk. En daarmee is deze variant net zo sterk als de normale 718 Boxster. En hij heeft ook nog 380 Nm aan koppel. Maar waarmee onderscheidt die 718 Boxster T zich dan ten opzichte van die normale 718 Boxster? Nou, ik zei het al, less is more. Dus Porsche levert deze variant standaard helemaal uitgekleed. Je krijgt bijvoorbeeld een handgeschakelde zesbak. En op de plek waar het infotainment systeem zit, zit normaal een opbergvak. Want dat scheelt natuurlijk weer enkele grammen in gewicht. En conventionele deurgrepen heeft hij ook niet. Je hebt gewoon van die trektouwtjes. Scheelt ook weer gewicht. De bekleding van deze stoelen die is ook zo licht mogelijk. Dus de T krijgt in dit geval al heel erg veel betekenis. Less is more. Alleen, het leuke is nou dat Porsche deze variant zonder meerprijs levert met alle opties. Bijvoorbeeld het PCM, Porsche Communication Management. Dat is een heel chic woord voor het infotainment systeem. Dat kun je zonder meerprijs bestellen. En ook een PDK, automaat, 7 verzetten, is optioneel te bestellen. Nog ineens zo'n hele dikke meerprijs, ongeveer 800 euro. En je hebt die automaat. Maar daarmee doe je eigenlijk het concept van die T eigenlijk een beetje teniet. Want ja, Porsche stelt die auto voor als een puristische auto voor de echte liefhebber. Dus echt met zo weinig mogelijk opties. En vervolgens hang je hem nog helemaal vol met de opties die je ook op een normale 718 Boxster zou bestellen. Dus mijn advies zou zijn, als je voor deze auto gaat, kies dan gewoon voor de pure basisvariant. Dus met handbak, zonder dat infotainment systeem. Gewoon helemaal puur. Want anders kun je net zo goed voor een normale 718 Boxster gaan, die overigens 85.300 euro kost. En deze, de 718 Boxster T, is er vanaf 94.000 euro en een beetje. Het scheelt natuurlijk een hele hoop. Maar uiteraard heeft die variant nog veel meer kenmerken. Hij heeft bijvoorbeeld van die speciale 20-inch wielen. Hij heeft een verlaagd Porsche sportonderstel. Maar hoe rijdt zo'n Porsche 718 Boxster T dan? Nou ja, je kan verwachten, een auto met de motor in het midden rijdt in de basis al ongelooflijk lekker. En dat is geen uitzondering op deze Porsche. Die rijdt echt fantastisch. Heel veel stuurgevoel. Lekker lichtvoetig front. En omdat die motor hier in het midden ligt, heb je ook een hele goede gewichtsverdeling. Dus je kan gooien en smijten met deze Porsche. Word je ongelooflijk blij van. En uit die 2 liter, dus maar een 2 litertje. Maar uit die boxermotor klinkt ook wel een lekker rauw geluid. En als je stationair die auto laat lopen, dan heb je echt weer een beetje zo het gevoel dat je in een Subaru WRX STI zit. Weet je wel, die legendarische Subaru Impreza's van weleer met die boxermotor. Ja, dat gevoel geeft deze Porsche een beetje. Dus geen 6-cilinder boxermotor, maar een 4-cilinder boxermotor. En als je de Boxster S pakt, dan heb je ook nog steeds een 4-cilinder boxermotor. Dan 2,5 liter groot en dan 350 pk. Maar deze heeft zoals gezegd 300 pk. Kost dus 94.800 euro. En ja, en dan begint het feest pas. Want Porsche is natuurlijk koning in opties.
En je kan hele leuke opties op deze auto bestellen. Bijvoorbeeld de tank. Die is standaard 54 liter groot. Maar stel, moi, ik vind dat een beetje te klein. Overigens kun je 1 op 13 halen met deze Porsche als je een beetje rustig aan doet. Maar stel, ik wil 10 liter meer, een 64 liter benzinetank. Dan kan dat. Want voor ongeveer 150 euro... Hier is het overigens de vulopening van de tank. Maar dan krijg je gewoon van Porsche in plaats van een 54 liter tank een 64 liter tank. Koolstofkeramische remschijven, die zijn ook mogelijk. Deze auto heeft ze niet. Maar stel dat je ze wel neemt, dan moet je, schrik niet, 7700 euro bijbetalen. Dat is bijna het prijsverschil, hè, tussen een normale 718 Boxster en een 718 Boxster T. Dus dat zijn opties die je allemaal op deze auto kan bestellen. En deze auto die kost dan ook geen kleine 95.000 euro. Maar zoals u hier staat, kost die 110.000 euro. En natuurlijk kun je ervan uitgaan dat geen enkele Porsche standaard de fabriek verlaat. Want een Porsche, ja, die wil je natuurlijk helemaal naar wens aankleden, personaliseren. Want ja, die auto die koop je waarschijnlijk maar één keer in je leven. En dan wil je ook een auto kopen die helemaal op jouw smaak is aangepast. Ja, en kun je met deze Porsche op vakantie? Nou, dat zal je dus verbazen. Want net zoals bijvoorbeeld als een elektrische auto, heeft deze Porsche 718 Boxster twee bagageruimtes. Namelijk eentje voor en eentje achter. En die kun je openen met de sleutel. Die heb ik hier even gepakt. En je ziet het al. Hij heeft de vorm van een Porsche Panamera. Op zich wel een leuk detail, hè, bij die moderne Porsche van tegenwoordig. Daar krijg je altijd zo'n sleutel bij. Met zo'n hele mooie sleutelhanger uiteraard. En je ziet al twee knopjes. Bagageklep voor, bagageklep achter. Druk op de knop. Kijk. En hij gaat open. En dan zul je zien dat je eigenlijk meer dan genoeg ruimte hebt. Uiteraard voor je boodschappen. Maar ook voor twee weekendtassen. En dit is dan ook een beetje een soort van de motorkap. Want die motor ligt natuurlijk achter dit scherm. En hier moet je dan de olie bijvullen. Nou, bagageruimte voor. Lopen we even naar voor. Kijk. Druk op de knop. Ploep. En hij gaat open. En dan zit er hier een soort van rood hendeltje. Die moet je even opzij doen. Kijk. En dan gaat hij open. En dan heb je hier nog een heel diep eigenlijk... Eigenlijk best wel indrukwekkend diep. Bagagevak, waar je eventueel nog een trolley in kwijt kan ook. Dus al met al is zo'n Porsche 718 Boxster nog best wel praktisch. Dus stel, je gaat op vakantie met je meisje en die wil behoorlijk wat spullen meenemen. Bijvoorbeeld, je kent het wel, 6 paar schoenen, 6 paar rokken. Je moet het allemaal kwijt. Nou, in deze Porsche kun je dat met het grootste gemak ook kwijt. En in het interieur heeft Porsche ook nog wel een aantal leuke, slimme vondsten toegepast. Bijvoorbeeld achter hier het dashboard. Ik zal even in gaan zitten trouwens. Kijk, hier heb je dan bijvoorbeeld twee bekerhouders. Die stop je, druk je erop en dan kun je allebei genieten bijvoorbeeld van een kopje koffie onderweg. Ja, en dat is dus een beetje in een notendop het verhaal van die nieuwe Porsche 718 Boxster T. Waarvan die T dus staat, ik zei het al, voor. Inderdaad voor touring. Ja, en voor die 718 Boxster Touring koop je een auto die in de basis echt voor de puristische autorijder is bedoeld. Maar naar wens kun je hem ook volhangen met alle toeters en bellen die je in een moderne auto kan verwachten. Dus Porsche geeft je echt de mogelijkheid. Mijn advies zou zijn, zoals gezegd, als je deze auto niet helemaal puur laat, dus niet met handbak en niet met dat infotainment systeem, koop dan gewoon een normale Porsche 718 Boxster in hoeverre je van normaal kan spreken. Scheelt misschien een kleine 10.000 euro, want die is er van een 85.000 euro en een beetje. En ja, die kun je ook helemaal aankleden. En dat verlaagde onderstel van 20 mm, dat ga je echt niet merken. Maar voor de echte liefhebbers, ja, dan moet je toch echt deze hebben. Met handbak, zonder alle toeters en bellen. Gewoon zo licht mogelijk, want dan doe je deze auto echt het meeste eer aan. Nou, wil je nou meer weten over deze nieuwe Porsche 718 Boxster T? Kijk dan gewoon voor de complete test op autorij.nl. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.